Duidelijk is dat meneer in de weken voorafgaand aan 21 november 2017 op zijn computer heeft gezocht op termen als moord met hamer en kan je iemand met een hamer doden. Dit wijst erop dat meneer nagedacht over het slaan en mogelijk doden van iemand. Dat betekent echter nog niet dat hij op 21 november 2017 naar zijn afspraak in de kerk is gegaan met het voornemen om mevrouw Wassenaar te doden. Nou, dominee Wassenaar is allereerst heel erg blij dat er TBS is opgelegd met dwangverpleging. Ik denk ook dat dat echt noodzakelijk is in deze zaak. Daartegenover staat dat ze de gevangenisstraf van 1 jaar wel erg laag vond en ook wel teleurstellend vond. Hoe is ze eronder? Want het is een zwaar traject voor haar geweest, natuurlijk al vanaf die dag in november vorig jaar. Hoe is het nu met haar? Nou, het is met name dat hele proces is emotioneel heel erg belastend voor haar. En ze hoopt ook dat met deze uitspraak dat ze daar nu ook rustig de tijd voor kan nemen om die te bestuderen. En dat ze ook kan beginnen met het verwerken daarvan. Advocaat van Schaik, advocaat van de pianostemmer. Dat was denk ik een meevaller. Dat is een zekere meevaller, maar een terechte meevaller wat mij betreft. Hij zegt, ik heb het niet gedaan. He, dus hij vindt het niet terecht dat hij veroordeeld is. Althans, ik verwacht dat hij dat niet terecht zal vinden.